Ja, boys, vandaag is het donderdag. Deze morgen hebben we onze rewards gekregen. En vandaag kunnen we een Marcus matchup verwachten. En we hebben ook de speler van de maand van de Bundesliga gekregen. En die gaan we nu eerst even bekijken. Maar mijn naam is Kamperske. En welkom op mijn YouTube-kanaal. Wil je op de hoogte blijven van alle FIFA 22 nieuws? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Maar we gaan nu kijken naar de player of de maand van de Bundesliga. En hier heb ik hem eigenlijk al klaargezet. En dit is eigenlijk Florian Wirts, is het geworden. Um, als je niets in je club hebt, kost hij ongeveer een 53k voor te doen. En op, eerlijk gezegd is het geen super slechte kaart eigenlijk. Als je ziet, zeg maar, hij heeft ook outside uh, footshot, flare, playmaking, chipshot. Eigenlijk prima. Als we gaan kijken naar zijn skills en zijn weak foot is 4-4. Hij is rechtsvoetig. En zijn work rates zijn high, medium. Dat is eigenlijk ideaal. En als we dan naar zijn stats gaan kijken, heeft hij eigenlijk zeg maar 86 acceleratie. agility en balans is heel goed. De reacties 73, dat kan misschien iets beter. Composure eigenlijk ook nog wel redelijk oké. Okay. En zijn shooting stats zijn op zich ook wel redelijk decent. En zijn passing is ook wel echt heel goed. Um, het enige nadeel van hem is misschien zijn strength. Dat is maar 59. En dat is niet zo ideaal. Um, je gaat hem in principe toch willen gebruiken. Denk ik als super aanvallende middenvelder. Zeker met die work rates. Dus misschien een huntertje Zal zeker geen kwaad kunnen. En dan zie je dat je gewoon zeg maar een 89 kam hebt. Of een 88 kam. En 55k. Is dat geld het waard? Als we hem gaan vergelijken bijvoorbeeld met Sabitzer en Okunku. Als die Sabitzer de ones to watch Sabitzer. Dus die kan ook nog beter worden. Betaal je 21k voor. En voor Okunku team of the week betaal je 46k. Dus alle twee iets goedkoper. dan uh, Wirtz zelf. Um, maar Wirtz vind ik op zich op dit moment beter als die twee andere kaarten. Ook puur voor zijn skill moves en weakfood is die beter. Maar ook zeg maar, puur zijn agility en balans zijn sowieso heel goed. Zijn, schiet, zijn shooting stats zijn heel goed. Zijn visie voor zijn passen te geven is heel goed. Um, is op zich een hele prima kaart. Dus wil je deze doen? Dat hangt van jezelf af. 50k vind ik persoonlijk altijd veel coins voor een kaart die je ook niet meer kunt verkopen. Dus wat ik eerder zou doen, is een van hun twee kopen. Vooral dan bijvoorbeeld Sabitser. Die kan ook nog upgrades krijgen. Dus, um, maar dat is iets wat je zelf moet uh, zien, boys ik ga hem sowieso niet doen omdat ik sowieso geen Bundesliga spelers ga gebruiken en gisteren kregen we ook zeg maar de road to the knockouts um, te zien de nieuwe promo die vrijdag start en dit zijn de card designs um, zijn ze eigenlijk gewoon vergelijkbaar met die van vorig jaar deze is voor de Champions League deze voor de Europa League en deze voor de Conference League um, de designs zijn ongeveer hetzelfde als vorig jaar zoals die van de Champions League een beetje anders en uh, ik ben benieuwd welke spelers dat er vooral in die promo gaat zitten. En hoe dat die promo gaat werken. Want vorig jaar was het Road to the Finals. Nu tot de Knockouts. Dus het gaat een beetje zien. van krijgt hij nu elke wedstrijd een upgrade als we winnen. Um, die details gaan we waarschijnlijk vrijdag wel krijgen. Maar de kaartdesign ziet er op zich ook wel ja gewoon prima uit. Laat me gerust weten wat jij van deze kaartdesigns vindt. We worden 7 uur gaan inloaden. En ik ben eens benieuwd of we dan misschien al een teaser krijgen van de promo. Misschien al iets met stats of dergelijke. Ik ben eens benieuwd. Oh, er was een nieuw loading screen, boys. We gaan er eens even uit. Misschien krijgen we hem iets langer te zien nu. De loading screen was anders. Oké, okay. dus ze worden sowieso qualify for de knockout stage in current composition. Drie wins in next four group stage matches. Oké, okay, dus deze kaarten gaan waarschijnlijk upgrade worden als die drie wins halen in hun volgende vier wedstrijden. En er zijn nog maar vier wedstrijden te spelen. Dus um, interessant voor te zien. En we gaan kijken naar de objectives. Zijn er nieuwe objectives vandaag? Uh, Silver Beast, Silver Star. Um, niets nieuw. En Milestone zal er ook wel niets nieuws zijn. Nee. En dan gaan we kijken. We verwachten sowieso vandaag bij SBC's de Marcus matchups. En kijken, ja, de Florian Weertz hebben we dan juist besproken de uh, United set is van gisteren en hier hebben we de Marquee matchups en dat gaat het zijn jongens. We hebben vandaag alleen de Marquis matchup en we gaan eens kijken welke teams dat is. Ik dacht Barcelona er misschien wel ging tussen zitten, maar geen Barcelona hier. Het is PSG tegen Angers, Aston Villa tegen de Wolves, Leverkusen tegen Bayern München en uh, Lazio tegen Inter. En welke packs krijg je hiervoor? Een 3 common gold. Een Small Rare Mixed. Een Prime Electron Player. En een Prime Mixed Player. Oké. Okay. Laten we eens kijken, boys. Of dat we ze kunnen invullen. En wat we krijgen. Oké, okay boys. De eerste hebben we ingevuld met iedereen uit de club. En die gaan we nu indienen. En dat was die van PSG. En uh, dat is voor onze 3 Common Gold Player Pack. Let's go. En dan gaan we nu de volgende doen. En, boys. Deze hebben we ook gewoon kunnen invullen. De Aston Villa tegen de Wolf. Zelfs met een paar brons erin. Dus die gaan we ook indienen. En hiervoor krijgen we een Small Rare Mixed Player Pack. En op naar de volgende. Oké, okay boys. En deze hebben we ook ingevuld. En dat was ook een easy one voor een Prime Mixed Pack. Voor een Prime Mixed Player Pack. En nu gaan we de laatste doen. En, boys, deze Leverkusen tegen Beirenmunk hebben we ook volledig ingevuld. En die gaan we nu ook indienen. En daarvoor krijgen we een Prime Electron Player Pack. En als groepsbeloning. Dus de matchups hebben we nu gecomplete. Let's go, let's go, let's go. En we gaan kijken. Daarvoor krijgen we nog een Premium Gold Player Pack. Bovenop. Dankjewel, EA. Dan gaan we kijken in de store of dat we iets goed kunnen krijgen. En, boys, we gaan beginnen met de 3 Common goal Player Pack. Let's go, come on, EA. We gaan eens kijken welke common speler dat we hier krijgen: een 79 Iborra met 33 Pace. Sick, heel sick. En boys, nu gaan we de Small Rare Mix Player open doen. Laten we eens kijken of daar hier iets uitkomt. Iets goed. Kom aan, nee. Oké, okay, boys, we hebben vlammetjes. En uh, het gaat maatjeep zijn, denk ik. Ja, het is maatjeep. Um, gelukkig is dit pack tradable, want ik heb die volgens mij al. Yes, zie je, ik heb hem al. En haller, voor de vrienden van Ajax hier. Haller in de pack. Oh so, boys, en dan gaan we nu de Premium Mix Player Pack open doen. Kom aan, Geef ons alsjeblieft een wolkje zo nice uit al deze packs. En we gaan eens kijken hier een weer een Nederlander, een leftback van AZ. En dat is Wijndal, 84 Pace. En eens kijken of dat er nog iets in zat. Voor de rest niet veel bijzonders. En boys, dan gaan we beginnen met dit pack. Dat is de prima goldplayer player pack. En daar zit een 80 plus in. Um, en we gaan kijken of we hier iets uit kunnen krijgen. Kom aan, nee, hey, hey. let's go! Oké, woon zelfs geen vlammetjes. Een Poolse center mid. Oké, okay, dit is Zelinski. Zelinski van Napoli. En eens kijken. Oké, okay, Akei zit er ook in. Dan Juma. En uh, deze spelers gaan we op de transferlijst zetten. En dan hebben we hier nog het Prime Electron Player Pack. Zes spelers, zes goud, zes zilver. En daar zitten zes rijzen in. En 80 plus gegarandeerd. Oké, maar nee. doe ons maar een walkoutje. Het zijn vlammetjes, geen walkout. Een Spaanse center midden. En het is Canales. En die heb ik volgens mij ook al. We gaan eens kijken wat er misschien nog in zit. Oké, okay, National Monreal, Sané. En boys, laat me weten of jullie iets hebben gekregen van deze SBC. Abonneer gratis op mijn YouTube-kanaal door op de foto in het midden te klikken. Als je dit hebt gedaan, kan je altijd een van deze twee andere video's bekijken. Bedankt en tot in de volgende video.